Hallo daar beste kijkers en welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van Sander's Vlog. Het is een tijd geleden dat ik heb gevlogd, maar ik dacht vandaag, het is vandaag een best boeiende dag. Dus ik ga gewoon even lekker vloggen vandaag. Wat ga ik doen? Ik ga naar het ziekenhuis toe. Ik krijg vandaag de scanuitslag, dus het is een hele spannende dag. En ik moet ook nog naar de tandarts. En ja, het een en ander doen. Maar dat zien jullie wel. En misschien ga ik zelfs vanavond nog naar een feestje. Nou beste mensen, dus deze vlog is ook een hele speciale vlog. Want het is gelukt. Ik ben op dit moment kankervrij. Wat betekent dat ik aan de chemo's tot de transplantatie? Dat wel. Dus morgen moet ik gewoon weer aan de chemo. Maar ik ben op dit moment kankervrij. En daar ben ik echt zo ontzettend blij mee. Dus het is gewoon een heel perfect nieuwjaar. Dus transplantatie komt er nog wel aan. Dus we zijn er nog niet vanaf. Maar goed, we zien het wel. Het is voor nu in ieder geval allemaal weg. En ja, ik ga nu in ieder geval naar de tandarts of de mondhygiëniste, want de tandarts ging niet door. Zo beste kijkers, ik ben nu op dit moment in het Rode Kruis. Ik ben nu even alleen, mijn moeder is even mijn chemokuur halen. Ik ben even naar het Rode Kruis, want dan had ik weer een afspraak voor de mondhygiëniste. Dus het moet ook gebeuren. Dat heb je allemaal als je chemokuur krijgt. Dan mag je lekker naar de mondhygiëniste, maar dat maakt niet uit. Dat is alleen maar goed voor je tandjes. Dus dat heb ook zo zijn voordelen, hè? Dat heb je niet als je niet dit hebt. Dus ja, in ieder geval... Ik ben zo blij. En zo meteen aan de mondhygiëniste, dus tot zo. Nou beste kijkers, het is weer een andere dag. Ik heb het even laten bezinken. En ik heb dus besloten om nu dus vandaag, het is nu zondag, de vlog te uploaden van het ziekenhuis een beetje. Tenminste, het was niet echt een vlog. De dag is heel anders gelopen. Het was zo onvoorspelbaar. Maar goed, jullie hebben dus al een beetje van het nieuws mee kunnen krijgen. Ik ben genezen op dit moment. Het is echt bijzonder hoe het kan. Ik ben op dit moment, zeg maar, of ja, hoe noemen ze dat? Volgens mij noemen ze dat eerst genezen. En na vijf heb je schoonverklaard of zo. Of is het andersom, ik weet het niet. Maar ik ben op dit moment dus gewoon één van de twee. Maar er komt nog een hele zware tijd aan. En ik denk misschien zelfs, ook al is het maar 6 weken, dat is misschien 1/50ste van hoeveel weken ik al, dat is misschien iets overdreven, maar 1/20ste, 1/30ste van alle weken die ik ziek ben. Maar ondanks dat wordt het zwaarder dan misschien wel heel de ziekteperiode bij elkaar. Dus het wordt gewoon een aardig heftig. Maar goed, dus zoals ik al zei, het wordt een hele heftige periode. En deze zal ik gaan doorbrengen in Leiden. En daar zijn hele grote risico's aan verbonden. Er zijn gewoon hele grote risico's aan verbonden. 1 op de 5 overlijdt eraan. En dat is het ergste natuurlijk. En er is ook best wel een kans op andere complicaties die je na de transplantatie kan krijgen. Wat ook behoorlijk heftig is. Maar de kans is groter dat ik overlijd als ik niet de transplantatie doe. En uiteindelijk weer ziek word. Want mijn stamcellen kennen het gewoon niet aan. En die kans is vele malen groter dan dat ik overlijdt aan de transplantatie, maar het is gewoon een hele zware tijd gaat worden en we zijn heel blij en het is ook hartstikke geweldig, zeker weten, maar we zijn er echt nog niet en het wordt echt nog heel moeilijk. Die stamcellen ik denk binnen een bestek van een maand, anderhalve maand, zo vroeg als ik krijgen ben ik bang, omdat dit zo plotseling was, niemand zag dit aankomen en ook al zagen we het aankomen, nooit zo snel. Dus, goed, het zei het zo, dus hoe het is gekomen, ik weet het niet, ik gebruik sinds kort ook wietolie en misschien dat het daardoor komt, wie zal het zeggen. Nou, in ieder geval, het is geweldig nieuws jongens, ik hoop jullie snel weer te zien bij de volgende vlog. Vergeet ook allemaal niet even een duimpje omhoog te doen. Op YouTube, zeg maar, gewoon onder het filmpje hier zo rechts. En als blijk van hoe blij jullie ook zijn, dat ik ook genezen ben. Althans, gewoon verklaard, hoe je het ook wil zeggen, weet je. Dus dat zou ik hartstikke leuk vinden. En ik heb gezien dat jullie het kunnen, want op Facebook hebben jullie 650, vind ik leukste druk. We kennen het hier onder het filmpje toch ook. Dus jongens, peace out. En ik hoop jullie snel weer te zien bij een gloednieuwe vlog.
En vergeet niet te abonneren, want dat is het belangrijkste. En dan kunnen jullie mij op de hoogte, of kunnen jullie mij blijven volgen met, noem maar dat. Met hoe het verder gaat met de transportatie enzovoort. Want ik zal dan ook regelmatig een filmpje gaan uploaden. Hoe het in het ziekenhuis gaat. Dus willen jullie dat niet missen. Vergeet ook allemaal niet daarnaar te kijken. Of te abonneren. Zo, what the fuck dan. Ja, dat is een beetje raar. Gekheid. Maar nee, dan moeten jullie even abonneren. Dat zou ik heel leuk vinden. Mijn doel is om dit jaar 5000 abonnees te halen. Maar dan heb ik jullie hulp echt wel nodig. De mazzel.